Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 56 hier in Oostenrijk. Een wat langere video dan normaal. Waarom? Je zit een sprint in. Dus twee races in één video. Altijd leuk om te zien. Maar goed, heb je die vorige video in Engeland gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dit gaat zien? Spoiler alert. We gokten daar helaas verkeerd en gooiden de overwinning gewoon uit handen. Dus dat is wel jammer. En ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. En schakel ook het belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Ook in 2023 gaan we gewoon weer door met My Team Career Mode. Totdat F1 23 online komt. En ja, dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie. En dat belooft nogal wat. Een snel circuit. Hopelijk kunnen wij de pole position pakken voor de sprintrace. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Het is flink bewolkt hier in Oostenrijk, maar het is geen probleem. We moeten hopelijk gewoon door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Eerste bocht kon wat beter, klein beetje overstuur op de exit. Kom aan bij de laatste bocht als Verstappen de snelste tijd noteert. En wij gaan naar een derde plek. Met een 1-6-3-5-6. Een prima ronde in het eerste kwalificatiedeel. En dus gaan wij er nu nog een keer voor gaan zitten zometeen. Om een tweede run te gaan doen. En kijken of wij ons weer kunnen gaan verbeteren. We zijn doorverwezen naar een zevende positie. DRS geopend. En kijken of wij een aantal plekjes omhoog kunnen komen. We pakken daar wel heel veel tijd goed in de eerste bocht. Jazeker. 14e wel liefst. Heel goed om te zien. Met groen in de eerste sector. Paars in de tweede sector. Kom aan bij de laatste bocht. DRS hier weer geopend. En dat is de derde tijd. Sorry, de vierde tijd. Met een 1-5-8-2-7. En moet de Perez daar voorbij zien te laten. Dan zijn we aanbeland bij het einde van Q1. De banden nog gewoon mooi opwarmen. Dit is nog steeds dezelfde set als ik, ja, waar we twee ronden al mee hebben gereden. En iedereen is nu bezig met een outlap. En wij gaan er nu vol voor zitten om misschien een aantal plekken omhoog toch nog weten te schuiven aan het einde van Q1. Met nog ongeveer 1 minuut en 15 seconden te gaan. Begint met rood bij de delta. Rood in sector 1 en 2. Daar helaas wat te wijd. En dan pakken we daar toch nog wat tijd goed. En dat is een verbetering met een 1-5-6. Goed gedaan. Maar daar schiet Latifi rechtdoor. En wij zijn daar helaas het haasje. Kapotte voorvleugel. Maar goed, we zijn al door denk ik naar Q2. En Latifi is gewoon niet door naar het tweede kwalificatiedeel. Moet daar even oppassen wat Schumacher daar deed. En dan zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. Als iedereen nu mij voorbij steekt voor een laatste run. Wij gaan het bij 1 run houden. Met nog ongeveer 40 seconden op de klok. En kijken of wij door kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn. Het zou ook heel goed zijn als Schumacher doorgaat. De voorbanden zijn nog koud. Dus daar hebben wij denk ik misschien wat last van. 30 seconden nog in Q2. Een alles of niets ronde hier in Oostenrijk. Klein beetje overstuur op de exit. Niet al te erg.
En kom aan bij het einde van Q2. Iedereen is al over start-finish. En schieten daar gewoon door. Pakken heel veel secondes op zo'n manier dan. Krijgen twee track limit waarschuwingen. Maar het is toch nog een plekje in Q3 met een P9. Dus goed gedaan. En we aanbeland bij het einde van Q3. Gaan hier onze eerste run in. Om een setje soft banden uit te sparen voor de wedstrijd. Tijdens de sprint is er regen voorspeld. Tijdens de hoofdrace is het droog. Dus dat is goed om te zien. Kom aan bij het einde van mijn ronde hier in Q3. En dat is de 8e plek met een 1-5-4-8-1. Kunnen wij nog een keer voor gaan zitten. En pakken hier zometeen slipstream van Perez. Met de paars in sector 1, groen in sector 2. De vlag hangt uit in Q3. En waar komen wij te staan? We gaan ons verbeteren en we komen op een P3 terecht volgens mij. Een derde tijd. Goed gedaan. Dan hier de uitslag van de kwalificatie. Sainz start op pole position voor de sprintrace. Leclerc na P2. Wij dus op de derde plek. Perez 4 en Norris P5. Goed gedaan. En is het op voor de sprint voor aflevering nummer 56. Daar gaan we dan. Well, the weather is not looking good today. We are expecting the downpours to continue into today's sprint. This will make for some tricky conditions for all the teams. Running through the driver grid order for today's exciting sprint. Goed verhaal. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Het momentum moeten wij dus meenemen in deze grote prijs, zegt Mark Priestley. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. We starten op de intermediates. Een natte baan. Een nat circuit. Natte weersomstandigheden. Geen DRS dus beschikbaar voor de rest van de sprint. En dat betekent dat we ook heel voorzichtig moeten opletten met de banden opwarmen. Van je gas en op het gas. En vooral remmen en tractie. In de regen kan dat cruciaal zijn. Maar goed, eerst een goede start zien te krijgen. Komen precies goed mooi in de gridslots. Is het wachten tot de laatste auto bij zijn slot is aangekomen. En dan gaan we beginnen voor aflevering nummer 56 van F1 22. My Team Caremo, de sprint gaat dus beginnen hier in Oostenrijk. Natte weersomstandigheden moeten een hele goede start zien te krijgen. Dat gaan we zometeen allemaal zien als de lampen uitgaan voor de grote prijs van Oostenrijk. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Komen uitstekend goed weg. Daar aan de binnenkant van de beide Ferraris al. En die eerste bocht is voor ons jazeker heel mooi ingeremd naar de beide Ferraris. Geen wielend, blokkerend ding. Yes. En Charles Leclerc dus naar P2. Wij dus naar de leiding in de eerste ronde. Ziet er dan een klein beetje door. Missen daar wat apex snelheid. Beetje wielspin op de exit. Is helaas niet goed voor ons. En Charles Leclerc kan hier terug aanvallen. Gaan dan een beetje wieven op dit rechterstuk. Zit te kijken aan de binnenkant Leclerc. Maar dat is een touché met ons. En wij raken de monegras. Leclerc zit daar helemaal vast. En staat daar stil. Maar rijdt gelukkig weer. Carlos Sainz zit dit keer te kijken naar de buitenkant. Lukt net niet. Wou het daar proberen. Hier dan naar de binnenkant kijken van de Spanjaard. Lukt ook niet. Want hij moet daar echt even oppassen. Ik weet niet wat er daar met mijn spraak aan de hand is. Maar goed, dat geeft niks.
Ronde nummer 2, als daar Sainz aan de buitenkant ons wil gaan passeren, lukt niet. Wij sturen heel laat in en duwen Sainz als het ware gewoon naar buiten. Wij behouden nog steeds de leiding in ronde nummer 2 van 12. Dus ja, een goede openingsfase tot nu toe. Dat is goed om te zien. Schiet er daar wel een beetje het grind in en dat ziet Sainz. Maar Sainz kan er niet voorbij. Norris zit te kijken. Sainz naar de buitenkant. Lukt niet dan hier naar de binnenkant toe kruisen. Dat lukt zeker. Sainz aan de binnenkant raakt ons wel. En daardoor is Norris naar P2 gegaan. Herhaling wat er is gebeurd in de openingsronde van de race. Wat er zo net is gebeurd. En wij sturen gewoon veel te laat naar rechts toe. Gelukkig ja, weten wij de auto mooi te remmen. Af te remmen bedoel ik. Leclerc moet hier eieren voor zijn geld kiezen. En komt heel ver terug. Rijdt niet in de punten tot nu toe. En dat zou cruciaal kunnen zijn voor het wereldkampioenschap. Want in Silverstone kwam hij wat dichterbij. Zitten we in ronde nummer 3 van de race. Als Norris met de snelste raceronde aan haal is gegaan. En wij zetten een 1.14.8 neer. Maar Norris met een 1.14.0 neer. Geel in sector 3. Omdat daar iemand gaat uitvallen. Nicolas Latifi moet hem daar staken. In de sprint. Hij start dus van helemaal van achteraan. Vindt hij niet fijn. En de Virtual Safety Car is uitgeroepen. De Virtual Safety Car. Interessant. Moeten dus nu een delta gaan aanhouden. Ik heb het al zo vaak gezegd. En we kunnen weer door. Want de VSC is opgeheven in ronde nummer 5. Nog 7 rondes te gaan. Leclerc rijdt dus niet in de punten. Sainz op het podium. Norris naar P2, Perez 4, Alonso 5 en wij dus aan de leiding in de sprint. Goed gedaan, zet de groen in sector 1 neer. Regen is aan het verdwijnen, maar de baan kan nog nat zijn. Zitten in de 6e ronde van de race. Als Norris naar ons is toegereden. Voor een aanval, voor de pole position, voor morgen. Voor de hoofdrace bedoel ik, sorry. En Norris aan de binnenkant schiet wat door. Wij kruisen achterlangs terug. Beter exit hebben, lukt dat? Norris is ook sterk op die exit. Dan hier nu naar de slipstream toerijden. Norris verdedigt die binnenkant, is niet fel genoeg. En wij gaan weer terug naar de leiding. En duwen Norris daar helemaal wijd. Sainz naar P2, maar kan er niet langs. Norris en Perez knokken samen om P3, Alonso naar 5. Zitten in de 8e ronde van de race, van de sprint eigenlijk. Als Sainz zometeen zit te kijken voor een aanval op ons, naar de buitenkant, daar is geen ruimte, toch vindt hij de ruimte. Heel close en Sainz blokkeert zijn rechte voorband, schiet door, maar behoudt die tweede positie. En op de exit hebben wij hem namelijk, dus dat is heel goed om te zien. Sainz kan er niet voorbij. Eén uitvaller, Nicolas Latifi. Charles Leclerc rijdt niet in de punten. Ik weet niet waar Max Verstappen rijdt. En waar Michael Schumacher rijdt. Volgens mij rijdt hij op P8 een punt erbij als het zo zou gaan eindigen voor de sprint. Dan hier Sainz op de exit aan de binnenkant is er voorbij. Maar wij kijken daar terug aan de binnenkant. Heel close tussen ons tweeën. Maar goed, het gaat allemaal maar net. En zo hoort het. Nog steeds aan de leiding in de 9e ronde van de race. Nog 4 rondes te gaan. Klein beetje overstuur op de exit. En Sainz ziet dat is er voorbij. Ook Norris zit te kijken, misschien voor een aanval. Wij kunnen terugkomen in de slipstream van Sainz. Norris aan de binnenkant. Wij hier aan de binnenkant van Sainz. 3 dik. Maar wij weten daar gewoon mooi de leiding terug te veroveren van Sainz. Norris kan zijn aanval net niet afmaken. En moet genoeg nemen met P3. En zitten we in de laatste ronde van de sprint. Wij dus nog steeds aan de leiding. Sainz hier een alles of niets poging aan de buitenkant. Lukt niet. Ziet er door. Wat kan Sainz?
die kan hier ook helemaal niks. En ik denk dat Sainz genoeg moet nemen met een tweede plek. Niet verkeerd voor de Spanjaard. En wij gaan hier dus de sprint winnen in Oostenrijk. Starten dus vanaf pole position voor de hoofdrace. 8 punten erbij. Goed gedaan, nemen verdere stappen van Charles Leclerc, die een dramatische race tot nu toe heeft gehad. Een prima sprint hier in Oostenrijk. Goed gedaan, is het op naar de hoofdrace, zou ik zeggen. Uitstekend gedaan. De ingenieur is blij. En Verstappen krijgt driver of the day. Goed gedaan. Uitslag van de sprint dus. Wij winnen dus de grote prijs. Ja, sorry, de sprint van Oostenrijk. Sainz naar 2, Norris 3, Perez 4, Leclerc. Pak toch nog P6, Ocon 5, Russell 7 en Dan tikt hem naar P8. Goed gedaan, Schumacher helaas komt tekort P11. Maar goed, dat is geen probleem. Op naar de hoofdrace voor aflevering nummer 56 van F1 22. My Team Career Mode, daar gaan we dan. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of around 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill turn 3. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Ramsey Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid voor aflevering nummer 56. Een droge hoofdrace, goed gedaan, van de weergoden. Maar goed, ik geloof niet in God. Dus ja, het zal allemaal wel. Je bent zelden leuk, maar dit vind ik wel om te lachen. Starten dus op pole position voor de hoofdrace. 36 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Sainz op P2, Perez op P4, Norris op P3, volgens mij, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Een eenstopper, medium, hard is de strategie. Nemen zoals gewoonlijk extra brandstof mee in de auto. Om wat harder te kunnen pushen tegen het einde van de race. Geen regen dus verwacht. In tegenstelling tot de sprintrace. En dan gaan we beginnen voor de formatieronde. De opwarmronde hier in Oostenrijk. Banden en remmen mooi op zien te warmen, op temperatuur zien te laten komen. En dan gaan we gewoon beginnen zometeen, als we bij de grid zijn aanbeland, voor aflevering nummer 56. De sprint zit er al op. Nu nog de hoofdrace. Het grote spektakel brandt los. Spektakel, dat is het goede woord, jazeker. En komen goed in de gridslots. Goed gedaan. En dan gaan we beginnen voor aflevering nummer 56 van F1 22. My Team Caremo. De lampen zijn aan voor de grotere van Oostenrijk. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima van onze startplek. Sainz gaat ongelijk naar het midden rijden. Wij blokkeren die binnenste kant van de eerste bocht. Kleine touché volgens mij op de achterkant van mijn auto. Sainz heeft zijn voorvleugel aangetikt op onze linkerachterkant. En diezelfde Sainz zit te kijken aan de buitenkant. Is er voorbij. Norris
kan misschien ook aanvallen, lukt niet. Duwen Sainz daar mooi wijd bij de hairpin en het is steeds P1 in ronde nummer 1. Gele vlag, dat is weer groen en we kunnen weer door met racen. Ik weet niet of Sainz naar binnen moet voor een nieuwe neus, maar zo te zien heeft hij er geen last van. Wat bewolking komt al wel op het circuit. Einde ronde nummer 1, begin ronde nummer 2. Als Sainz zit te kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Jazeker, maar wij sturen wat naar zijn lijn toe. En Sainz moet daar opletten dat hij ons niet raakt. Verpest daarmee zijn exit. En Norris zit dit keer te kijken bij de Spanjaard voor P2. En is er voorbij. Norris naar de tweede plek. Sainz doorverwezen naar P3. Maar de Spanjaard geeft niet op. En diezelfde Spanjaard zit te kijken in ronde nummer 3. Voor de leiding. Is er nog niet voorbij. We remmen laat. Heel laat. En het is nog steeds P1. Sainz nog steeds naar P2. Norris nog steeds naar P3. Perez nog steeds naar P4. Ocon nog steeds naar P5. Niks veranderd aan de top 5 in de grote prijs van Oostenrijk. Dus tot nu toe een saaie race. Niet zoveel actie gebeurt op de baan. Maar goed, het is geen probleem. Vooraan is het te doen. Voor de leiding. Sainz kan hier helemaal niks. En we gaan ronde nummer 4 alweer in met... Oh, Sainz, wou er even kijken. Carlos Sainz keek daar toch even. Maar dat mislukte. En verpest daarmee zijn exit. Ronde nummer 5 is het als wij niet als race konden noteren. Sainz verbetert dat. En diezelfde Sainz zit te kijken aan de buitenkant van de eerste bocht. Lukt niet, wordt er flink wijdgeduwd door ons. Wij gaan ook van de baan af. En pakken daardoor een track limit waarschuwing. Gat is 1.1 naar Carlos Sainz. 1.5 naar Perez. 3 seconden alweer naar Ocon. Dus de Fransman doet niet mee voor de grote prijs. Perez, Sainz en mezelf knokken om P1. En daar zit Perez. Aan de buitenkant. Te kijken. Lukt niet. Wij hebben die binnenste lijn. En nog 30 rondes te gaan in de race. Tot nu toe een prima grote prijs. Sainz en Perez knokken samen om de tweede positie. Zij aan zij. Wij nog steeds comfortabel aan de leiding. Dat gat is een tiende. Goed genoeg. Ronde nummer 9 is het. Als wij de tiende ronde alweer ingaan. Nog 26 rondes te gaan in de race. Gele vlag. Omdat er iemand gaat uitvallen. Carlos Sainz moet de strijd hier staken in Oostenrijk. 0 punten voor de Spanjaard. In de sprint was het Leclerc die 0 punten pakte. Nu is het Sainz die 0 punten pakte in de hoofdrace. Een dramatisch weekend voor Ferrari. Hopen dat Charles Leclerc nog een beetje mee kan komen in de grote prijs. En daar zit Perez te kijken voor een aanval. Naar de buitenkant. Lukt niet. Moet daar echt een andere manier zien te gaan vinden. Gele vlag in sector 1, omdat Sainz daar nog niet is weggehaald door race director. En gaan daar een klein beetje op die curbzone en hebben daar een klein moment overstuur. Tikken Perez daar meerdere keren aan. Maar gelukkig geen waarschuwing of een tijdstraf. Diezelfde Perez kijkt naar de buitenkant, maar dat lukt niet. Wordt daar flink wijdgeduwd door ons. En hier is het zo meteen geel. En daar mag Sainz, daar mag Perez niet aanvallen. Ronde nummer 11 is het. Nog steeds de auto van Sainz niet weggehaald. Perez mag hij niet inhalen. En nu de overtakeknop aanzetten. En zorgen dat Perez tekort komt. Bij de hairpin. Maar die Honda is snel. En wij schieten door. En daar zit Perez. Te kijken aan de binnenkant. Lukt daar net niet op de exit. Maar hier dan. Proberen. Naar de buitenkant. Vindt daar toch een graadje. Het is heel close tussen ons tweeën. Wij remmen heel erg laat weer terug naar de Mexicaan. En dat is nog steeds P1. Eén uitvaller. Carlos Sainz. En Verstappen is naar binnen geweest voor een nieuwe neus. Max Verstappen naar binnen geweest. Interessant. Hij heeft volgens mij iemand geraakt. En daar zit Perez weer te kijken. Maar lukt niet in ronde nummer 12 van de race.
en moet het echt op een andere plek gaan zien te proberen. Hier niet. Hier lukt het sowieso niet. Ronde nummer 18 is het als wij naar binnen gaan voor mijn laatste pitstop van de dag. Ga naar de harde band en ga proberen Perez te overcutten in de wedstrijd. Dat gat is 19 seconden. Een pitstop duurt hier ongeveer 20 seconden. Dus wij zouden er net achter komen. Nou moet de pitstop goed en snel gaan. 2,4. Goede pitstop. Perez zit op start-finish. Komt nu aan bij de eerste bocht volgens mij. En wij tikken daar per ongeluk de muur aan. En daar zit Perez. En die undercut heeft geslaagd. Wielbanger tussen ons tweeën. Gooi de overtakeknop aan. Hebben koude banden. Maar gaan het die toch erop wagen. Komen van ver. En dat lukt. En Leclerc profiteert gelijk mee. Ik ben helemaal in de war met de namen. Omdat Sainz zo lang achter ons reed. Nu is het Charles Leclerc aan de buitenkant. Lukt ook niet. En Perez weer terug bij Leclerc. En daar zitten we te kijken. Het is daar drie dik. Omdat Leclerc daar ons voorbij ging. Verstappen wou daar ook aanvallen. Wij geven niet op in de 24e ronde van de race. Wat een druktemakerij toch. Leclerc terug naar P2. Perez terug naar P3. Verstappen gezakt tot P4. En Russell naar P5. Wat een wedstrijd tot nu toe hier in Oostenrijk. En Russell pakt Verstappen voor P4. Dan heeft Leclerc hier DRS. En Verstappen duikt naar binnen voor een nieuwe neus. Alweer. Leclerc naar de buitenkant. Dat lukt niet. Net niet. Wordt daar flink wijdgeduwd door ons. En nog 11 rondes te gaan in de race. Einde ronde nummer 25. Als daar iets gebeurt. En dat is gele vlag. Omdat daar volgens mij Perez zijn auto kapot heeft gereden op de auto van Charles Leclerc. Safety car op de baan geroepen. Leclerc heeft een 5 seconden tijdstraf gekregen voor zijn touché met Perez. Wat is daar in hemelsnaam gebeurd? Wat een wedstrijd tot nu toe. Wat een wedstrijd. Heel veel chaotische dingen. Aan boord bij Perez in diezelfde ronde. Het is Leclerc die terugkomt op de baan. Perez ziet dat niet. En daardoor schakelt Perez zichzelf eigenlijk uit. Je kan park this, hè? Of het is Leclerc die gevaarlijk terugkomt op de baan. 50-50, 50-50. Beiden zijn schuldig dus. Ja, Leclerc had daar een moment. Wou daar aanvallen. Lukte niet. Kwam terug op de baan en raakte daardoor Perez. De safety car is er naar binnen in ronde nummer 28 van de race. Nog 8 rondes te gaan in de wedstrijd. En gaan hier weer los, los, los. In de 29e ronde van de race. Groene vlag, we kunnen weer verder met racen. Leclerc is met die 5 seconden tijdstraf. Perez is uitgevallen in de race. Sainz is ook uitgevallen in de race. Verstappen rijdt helemaal achteraan. Dus Red Bull heeft een baaldag. Kan ook erger worden voor Ferrari, omdat Leclerc een tijd van 5 seconden heeft. Die kan helemaal terugvallen tot is het P12, P13. Mocht hij geluk hebben, dan kan hij nog in de punten eindigen. Ronde nummer 31 als DRS beschikbaar is gesteld door race director. Daar zit Leclerc misschien te kijken, maar lukt net niet. Schiet daardoor. Gat is nu 1,7 en verliest een plekje aan George Russell. Russell naar de tweede positie. Voor Mercedes doet hij goed. Tikt hem naar P5. Norris 4, Leclerc is P3. En wij zijn steeds aan de leiding. Donkere wolken beginnen zich te vormen hier in Oostenrijk. Maar er is geen regen voorspeld. Gele vlag, omdat er iemand gaat uitvallen. George Russell valt stil vanaf P2. Russell valt uit in de grote prijs van Oostenrijk. 0 punten voor de Brit. 0 podiums denk ik voor Mercedes, omdat tikt hem op P4 rijdt. Wat een race is dit. Heel veel chaotische dingen die er gebeuren in de grote prijs. En in de sprint. Een abnormaal weekend. Russell uitgevallen. De bevestiging zag je boven in beeld. En dan zitten we in ronde nummer 32 van de race. Jazeker, nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd.
aan boord bij George Russell. Toen nog op P2. Leclerc wou daar aanvallen. Dat lukte. Ja, dat lukt. En hier is het dan gedaan. De motor begeeft het. Een mechanisch probleem bij Russell. De Mercedes motor laat hem in de steek. Met nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. 0 punten voor de Brit. Geen podium. Alle hoop nu op Dan Ticktum die op P4 rijdt. Wat een pech. Jammer, jammer, jammer. En Schumacher rijdt op P11. Balen, balen, balen voor Russell. Ronde nummer 35 is het alweer als Leclerc zit te kijken voor een aanval. Wordt daar flink geblokkeerd. Oh, raakt daar onze achterkant. Leclerc heeft de achterkant van mijn auto geraakt. En moet de energy gaan gebruiken. En doen hier een do-or-dive actie op Leclerc. Komen van heel ver. Maar dat lukt. Halen hem buiten de baan in. Zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. Gaan daar een beetje wieven op het rechte stuk. Leclerc naar de buitenkant. Lukt niet. En moet volgens mij een nieuwe neus halen. Ook een dramatisch weekend voor Ferrari. Ook voor Red Bull die beide 0 punten pakken voor het constructeurskampioenschap. Ik weet niet waar Michael Schumacher rijdt. Die rijdt volgens mij op P11. En moet weer in de punten rijden als het zo zou gaan eindigen. Omdat Leclerc naar binnen moet voor een nieuwe neus. En pakt ook volgens mij gelijk zijn 5 seconden tijdstraf mee. Als ik dat goed zeg. Leclerc dus naar binnen. Voor een nieuwe neus. Laatste ronde van de race loopt hier in Oostenrijk. Met Norris op P2, Ticktum op P3, Tsunoda 4, Piastri P5. Wij dus aan de leiding in de grote prijs. En volgens mij is Leclerc de enige die daar binnen is gedoken. Wij zetten nog even groen in sector 1 neer. En gaan voor de snelste race om de punt. Pakken daar geen tracklimits waarschuwing. Oké, ik had verwacht van wel, maar blijkbaar van niet. Goed om te zien. Norris zitten we weg. 1.4. Waar rijdt Michael Schumacher? En Leclerc komt helemaal achteraan terug het veld in. En over en uit voor de Monegask. Had daar op veel meer gehoopt. Maar goed, het is wat het is. Ook groen in sector 2. Persoonlijke verbetering in de eerste twee sectoren. Wat belooft sector 3? Het gat is 2,1 seconde. Norris kan er niet meer dichtrijden. Ticktum gaat hier een podium pakken voor Mercedes. Norris naar P2. Wij gaan hier de wedstrijd winnen in Oostenrijk. Goed gedaan. Pakken de pole. De sprint. En de hoofdrace. Uitstekend weekend dus. Is op naar de volgende wedstrijd. Well done. A fantastic team effort then to secure victory here in the Styrian Alps. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think it was clear what the main contributing factor out on track was, speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day. For Formula One. Hier ben dan dus de uitslag van, van het weekend. Wij pakken dus de overwinning in de sprintrace, pakken ook de overwinning in de hoofdrace. Goed gedaan. Norris naar P2 in de hoofdrace. Even kijken of er nog iets is gebeurd. Een uitvaller in de sprint, Latifi. En Norris naar P2, Ticktum 3, Tsunoda 4, Piastri 5, Magnussen 6, Mick Schumacher 7, Zhou 8, Ocon 9. En Schumacher, de vader Michael, pakt een punt. Goed gedaan.
dubbele puntenfinish voor ons. Verstappen naar P2 in het coureurskampioenschap. Sorry. En wij dus leiden het kampioenschap met 70 punten. En Red Bull nadert ons op 1 punt. Dus het wordt close met het constructeurskampioenschap. Dus Schumacher moet echt even zijn tandje bijzetten. Het teamacclaim is gewoon goed. Wat normaal ook hoort. Zo doen we dat. Van alle sponsoren inkomsten binnengekregen. Helaas hebben ik en Schumacher wat schade gereden. 40k misgelopen. In totaal op de bank. $26,13 miljoen. Kunnen we weer gaan spenderen aan het contract van Schumacher dat afloopt. En faciliteiten. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, Proton? Zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me of je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijks F122 My Team Creator content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.